Portaal en Dura Vermeer doen mee aan de stroomversnelling en experimenteren met het energie-neutraal maken van bestaande woningen. Dat doen ze in een woning aan de Verspijkstraat 60 in de wijk Prinsengraaf in Arnhem. Met de nul op de energiemeter woning biedt Portaal klanten een comfortabel huis waarvan de woonlasten betaalbaar zijn. Ook draagt zo'n woning bij aan het milieu en neemt de waarde van het vastgoed toe. In september 2013 ontving Dura Vermeer de sleutels van deze woning. Afgelopen december was de testwoning klaar. De onbewoonde testwoning maakt onderdeel uit van de 96 woningen die Portaal in het kader van de stroomversnelling in de wijk Prinsengraaf in Arnhem wil verbeteren. De testwoning kreeg een totaal nieuwe buitenkant, of anders gezegd een nieuwe jas. Deze bestaat uit voorgefabriceerde gevel- en dakelementen. In de gevelelementen is een warmte-terugwininstallatie aangebracht waarmee de woning wordt geventileerd. De lucht die uit de woning wordt afgezogen, verwarmt de buitenlucht voor en die wordt weer in de woning geblazen. Op het dak liggen aan de zonzijde zonnepanelen. Een zonthermisch paneel levert warm water om te douchen en voor ander huishoudelijk gebruik. De isolatie, de installaties en de zonnepanelen maken dat de woning evenveel energie oplevert als de woning verbruikt. Ook zorgt de nieuwe jas voor een frisse nieuwe uitstraling van de woning. We hebben nu momenteel 72 van de 96 bewoners gesproken. Met name zijn ze positief over dat de woningen comfortabel worden gemaakt, dat het beter geïsoleerd wordt, dat het prettiger en warmer wordt in de woningen. Waar ze nog niet enthousiast over kunnen zijn, is over de verduurzaming waar wij hier over hebben. Dus de nul op de meter. Want die terminologie hebben we nog niet bij de bewoners neergelegd, omdat dat nog ingewikkeld is voor ons uit te leggen, dus ook aan de bewoners. Ik denk dat momenteel onze uitdaging ligt om de energierekening haalbaar en betaalbaar te maken voor de mensen. Dus wat betekent dat? Kunnen ze dadelijk als wij weg zijn gewoon hun loonlasten nog betalen? Is er een financiële prikkel om aan dit project mee te kunnen doen? Dat de uitdaging voor ons echt wel daar ligt om ons verhaal goed voor te bereiden en te kijken hoe brengen we het naar de bewoners. Voordat de overige 96 woningen worden aangepakt, komt er nog een tweede testwoning. De eerste testwoning was gebaseerd op de combinatie met gas. De tweede wordt all electric.